Beste kijkers van Jantakya Waas. Vandaag gaan wij eens even hebben over de vergadering van de VHP. De massameeting van 25 mei 2024. Noemenswaardig is te benoemen dat zoveel bussen zijn er ingezet. Want mensen wouden niet alleen komen. Of mensen wouden niet zelfstandig komen. Vanuit Nigeria, vanuit Saramaka, waar dan ook. Dus men heeft geprobeerd via gratis bussen 15.000 SRD voor de chauffeur. En ik weet niet hoeveel geld en portie en nasi en allerlei dingen om naar de vergadering te komen. Vervolgens vraag je aan de mensen van wat heb je nou vandaag gehoord? Ja, dat weten ze niet. Ze waren niet eens bij. Maar goed, waar het eigenlijk om gaat is een regerende partij. Voor hen is het niet nodig om een massameeting te behouden. Want men kijkt naar je prestatie van de afgelopen 4 jaar. Dan gaat men jou daarop beoordelen. Of de 5 jaar in dit geval. Op de afgelopen 5 jaar gaat men jou beoordelen van wat heb je gepresteerd. Gaan we op jou kiezen, ja of nee? Jij kan niet daar komen om te zeggen, de vorige regering heeft niet goed gedaan, dan konden wij niet presteren. Je moet wel op ons kiezen, omdat wij niet hebben gepresteerd, omdat de vorige regering niet gepresteerd heeft. Dus dan ga je afschuiven, dan gaat het volk jou niet accepteren. Vervolgens is er gezegd, we willen nog 5 jaar. 5 jaar op basis waarvan? De boodschappen zijn onbetaalbaar, bouwen is onmogelijk, vakantie niet te denken, aflossing van je huur, hypotheek, onmogelijk. Je kan niet sparen, je kan niet bouwen, je kan niet op vakantie gaan. Je kan niet leven. Je kan niet bij de buren of bij de familie op bezoek. Straten zijn echt niet normaal. En op basis waarvan gaat het volk dan zeggen van de VHP, je krijgt nog 5 jaar van ons. Alsjeblieft, krijg nog 10 jaar zoals zij dat graag willen. Dus het verhaal is namelijk, al die verkwanselingen, het verkwansen, het verkwisten van al het geld wat ze nu gedaan hebben, konden ze veel beter gebruiken door aan arme mensen te geven. Mensen die nodig hebben. Vervolgens zie je de EBS. Leo Brunswijk koopt 3 peperdure auto's terwijl de EBS tarieven alsmaar omhoog moeten, omhoog moeten, omhoog moeten. Moeten die arme mensen nu betalen voor die nieuwe auto's die die mensen willen daar graag in de top van de EBS? VHP. Jullie willen graag 5 jaar van mij mag het. Wat kan mij schelen wie president is, wie de regering. Als het volk maar volkshuisvesting heeft. Werkgelegenheid is. De koers is laag. De koers is 33,15 en de douanekoers is 36. Of 37. De regering dat kan toch niet. Zo houdt het toch alleen de mensen voor de gek. Dus meneer VHP, de mensen van VHP, zo'n massameeting voor jullie was kansloos. Vervolgens hebben wij gezien. Halve bussen uit Nigeria. Mensen die niet eens de Suriname zijn. Brazilianen kwamen met hun eigen vlaggen daaraan. Mensen, Brazilianen kwamen met hun eigen vlaggen aan. Haitianen hadden jullie opgehaald, ik weet niet veel waar vandaan, om de bende te vullen. Dan zegt men van ja, we hebben 15.000 mensen binnengehaald op de grote massameeting. 15.000 mensen staan gelijk aan 2 zetels. Stel je voor, al die benden uit Nigeria, al die mensen die jullie bij elkaar geronseld hebben, die mensen gaan op de VHP stemmen, waarvan de Brazilianen niet, de Haitianen ook niet. Dus kom je uit dus op 2 zetels. En er zijn 51 te verdelen. Dus VHP, er is werk genoeg voor je te doen. Ik zou zeggen, beste mensen, het verkwanselen van de staatsmiddelen, wat de VHP nu gedaan heeft, wordt niet in dank afgenomen. Dus ik zou zeggen, beste mensen, gewoon, we houden het vol, we letten scherp op deze regering. Ik zou zeggen, mensen, tot de volgende keer.